Op woensdagavond 24 januari zullen prinses Beatrix, 85, prins Constantijn, 54, en prinses Laurentien, 57, de feestelijke opening van het Holland Dansfestival in Den Haag bijwonen, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Dit evenement, dat zijn 19e editie beleeft, staat komend jaar in het teken van jong danstalent en de toekomstige sterren van de danswereld. De avond wordt speciaal opgedragen aan Mavis Steens, een Canadese die tot de zomer van het lopende jaar de functie van directeur bekleedt bij Canada's National Ballet School. Haar toewijding aan de toegankelijkheid van dans voor iedereen heeft indruk gemaakt, zowel internationaal als in Nederland, waar ze deel uitmaakte van het nationale ballet. De openingsavond, bijgewoond door Beatrix, Constantijn en Laurentien, belooft een spektakel te worden met optredens van drie internationaal gerenommeerde juniorgezelschappen en jonge toptalenten van diverse internationale dansvakopleidingen. De avond omvat tevens de uitreiking van de G. Ring aan een persoon die een cruciale bijdrage heeft geleverd aan de dans in Nederland. Terwijl deze koninklijke familie zich inzet voor de kunst, is Eloise, de dochter van Laurentien en Constantijn, bezig met haar eigen interesses. Het Holland Dansfestival beslaat een periode van 24 januari tot en met 17 februari en omvat 60 voorstellingen in Den Haag, Delft, Rotterdam en Tilburg. Het biedt ook educatieve activiteiten, workshops, een symposium en een amateurdansproductie, alles met als doel dans toegankelijk te maken voor een breed publiek.